Goedemiddag allemaal. Ik heb daar juist al aan de organisator gezegd. Het is eigenlijk meestal het saaiste moment van zo'n studiedag. Is de conclusies vanuit die werkgroepen, terwijl dat ik was in die werkgroepen heel, heel interessant was. Dus ik ga het heel kort houden. En misschien dat er nog op een of andere manier nog een feedback komt naar de mensen die aanwezig zijn. Maar we hebben hele boeiende gesprekken gehad. In de voormiddag. Dus eerst was de bedoeling om de thematische afbakening te maken van de discussie. Heel veel ideeën, ik ga het daar niet over hebben, maar uiteindelijk zijn we gekomen tot... Er zou iets moeten zijn, iets moeten bestaan, waardoor dat elke burger kan nagaan wat is de kwaliteit van mijn directe leefomgeving. Als ik ergens een huis wil kopen, hoe zit dat daar? Wat is de kwaliteit van de omgeving? We hebben nogal gefocust op fijn stof, omdat dat heel actueel is en ook heel concreet. En we zijn tot de vaststelling gekomen dat daar eigenlijk heel veel meetgegevens rond bestaan, op verschillende niveaus. En dat we dus eigenlijk tot een soort platform zouden moeten kunnen komen, waarbij een burger gewoon kan kijken in mijn straat of in de straat waar ik eventueel zou willen wonen, of daar waar ik zou willen wandelen. Hoe zit het met fijn stof naast allerlei andere dingen? En dat betekent dat er dus een combinatie moet gemaakt worden tussen enerzijds het meetnet van Vlaanderen, dat natuurlijk zeer grof is, aangevuld met dikwijls lokale besturen die ook zelf iets fijnmaziger aan het meten zijn, aangevuld met gegevens die verkregen worden vanuit de bevolking. Het schijnt tegenwoordig dat je fijn stofmetertjes hebt die vrij goedkoop zijn. Dus ook dit moet daarbij gekomen worden, zodanig dat daar op die manier veel kennis samengebracht wordt. Aangevuld met verkeersstromen lokaal, waardoor dat je dus weet hoe zit het dan met de automobiliteit en met het fijnstof. Ten gevolge daarvan, hoe zit het met de groenschermen die ervoor kunnen zorgen dat het effect minder is. Dus een gans gamma van mogelijkheden die we inderdaad zouden moeten kunnen bekomen door mensen samen te zetten vanuit verschillende hoeken die ervoor moeten kunnen zorgen dat die gegevens op één platform komt. Hoe moet dat daaruit zien en wat zijn dan de volgende stappen? Er was consensus over het feit dat de overheid of de overheden een belangrijke rol daarin spelen, maar dat zij niet de echte initiatiefnemer kunnen zijn. Omdat het gaat toch om soms informatie die niet zo goed is of niet zo gunstig is voor de overheid. Dus omwille van het vertrouwenwekkend effect naar de bevolking zou het dus echt een platform moeten zijn waar verschillende actoren op samen zitten en waar de overheid wel financiële ondersteuning zou moeten geven om dit te werken. Dus daar was men het over eens. Dus dat is één. Ben ik hier aan het kijken of ik niets vergeten ben? Ik denk het niet. In elk geval was de conclusie, er wordt ontzettend veel gemeten, maar voorlopig heeft de burger daar veel te weinig aan. Deze namiddag hebben we het dan gehad over energie. Energie en klimaat met drie finaliteiten eigenlijk. Namelijk één, hoe kunnen we het thema klimaat, het thema energie, dichter bij de mensen brengen, zodanig dat ze zelf in hun eigen leven iets willen doen om ons vooruit te helpen naar een meer duurzame samenleving. Dat is één. Een tweede, hoe kunnen wij, en dat gaat dan zowel over het middenveld als de bedrijven, als alle andere overheden, hoe kunnen we op een eenvoudige manier nagaan of de doelstellingen die Vlaanderen zichzelf gesteld heeft en die opgelegd worden door Europa, dat Vlaanderen die effectief of niet haalt. Dat blijkt nog altijd toch een vrij moeilijke zaak. En een nevendiscussie, maar die toch niet onbelangrijk is, kan er op een of andere manier meer openbaarheid zijn over alles wat te maken heeft met energie. Want daar is altijd zo de discussie die er deze week in het federale parlement was, naar aanleiding van de gegevens van Electrabel, is daar een illustratie van. Dus er hangt nog te veel een sfeer van geheimhouding rond alles wat met energie te maken heeft. Het antwoord daarop, en het is nog vaag, maar dat is juist het plezante aan dergelijke discussies, we zouden graag hebben dat er een soort energiebarometer komt, die alle niveaus dekt. En ik zal misschien ineens overschakelen naar het stappenplan dat we al opgemaakt hebben.
Dat is één, eerst en vooral een strategie en doelstellingen met betrekking tot die globale energiebarometer formuleren. Twee, het zou moeten mogelijk zijn om per locatie, bijvoorbeeld per buurt, per woonblok, op basis van geaggregeerde verbruiksdata, een vergelijking te maken van ben ik goed bezig of ben ik minder goed bezig. Dus een soort benchmark te maken. Stap twee zou dat moeten zijn een klimaatkaart maken waar dat alles op staat van initiatieven rond hernieuwbare energie, rond energieproductie, zodat dat voor iedereen duidelijk is. En tenslotte via kaarten en via data op een zeer toegankelijke manier eigenlijk de Vlaamse situatie in kaart brengen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Misschien nog, ik had afgesproken dat ik ook een quick win ging mededelen. Is totaal anders, maar toch wel illustratief voor de manier waarop we met data en openbaarheid van bestuur omgaan. Er bestaan momenteel jachtplannen. Dat is absoluut niet toegankelijk. Niemand weet wie dat er jachtrecht heeft en voor welke terreinen dat gebeurt. Dat is geheime informatie die zelfs niet gedigitaliseerd is op kaart. Dus meteen een zeer concrete vraag aan de Vlaamse regering. Doet dat nu eindelijk een keer op een moderne manier met een geografisch systeem, zodanig dat iedereen weet waar dat er mag gejaagd worden en of het op een terechte manier gebeurt. Bedankt. Ja, dank u wel. We hebben het geluk gehad in onze werkgroep om zowel in de voormiddag als in de namiddag een zeer mooie diverse groep te hebben van mensen met verschillende achtergronden en interesses. En we hebben er toch een aantal zeer mooie conclusies kunnen uittrekken. Een eerste zaak waar heel veel vraag naar was, was eigenlijk alles wat geografische informatie betreft, locatie van objecten. We hebben daar al een eerste stap, namelijk het CRAP, dat opengesteld werd als open data, werd uiteraard zeer positief onthaald. Maar we kunnen er echt nog stappen verder gaan naar locaties van objecten, boten en andere zaken. Een aantal zaken zitten al in het kadaster. En het is op dat vlak eigenlijk wel een mooie vaststelling geweest. Heel veel zaken zijn vandaag openbaar en toegankelijk, maar niet gemakkelijk toegankelijk. Zaken zoals het kadaster, je kan daar gegevens gaan opvragen fysiek. Zaken zoals aanvragen rond bouwvergunningen, je kan die gaan opvragen fysiek. Maar het zou toch zoveel handiger zijn mochten die zaken gestructureerd als open data aangeboden zijn. Een tweede zaak waar toch heel veel vraag naar was, was bedrijfsinformatie. Oprichtingen van bedrijven, faillissementen en andere vonnissen. Het zou toch veel handiger zijn mocht dat eigenlijk quasi real-time ter beschikking gesteld worden. Je hebt in de rechtbank een vonnis dat uitgesproken wordt, dat dat binnen het half uur ter beschikking gesteld wordt online. Niet zozeer als vonnis, als tekst, maar eigenlijk als data, zeg maar, direct een zicht op de KBO. Dat zou toch wel een grote stap vooruit zijn, denken we. Een derde zaak waar heel veel vraag naar was, dat waren gegevens rond arbeidsmarkt. En dat was eigenlijk een zeer vreemde vaststelling. Alles rond arbeidsmarkt, de website van de VDAB, dat staat publiek op de website, maar er is geen API, daar waren een aantal problemen rond, die blijkbaar wel waaraan gewerkt wordt om die op te lossen. Maar dat zijn gegevens die eigenlijk vandaag al openbaar zijn, alleen niet gestructureerd, niet linked, niet geconnecteerd. Dus ik denk dat daar nog heel wat mooie stappen te zetten zijn, zodat je bijvoorbeeld tot een integratie kan komen van vacatures en locatie. Je kan dat integreren op websites van universiteiten of opleidingsverstrekkers. Die kunnen daar de vacatures in de omgeving naar mensen met dergelijk profiel gaan integreren. Daar zijn toch wel een aantal zeer mooie toepassingen te bedenken met een zeer grote toegevoegde waarde. Hetzelfde geldt uiteraard omgekeerd informatie over opleidingen. Een vierde zaak waar heel veel vraag naar was, dat was eigenlijk gestructureerde informatie over wetgeving. Wetgevingen worden allemaal verondersteld van die te kennen. We worden allemaal verondersteld van het Staatsblad te lezen, uiteraard. Ik denk het aantal mensen in deze zaal dat het Staatsblad leest, zal nul bedragen, neem ik aan. Als je een zaak wilt starten, het aantal reglementen waaraan je moet voldoen, dat is bijzonder groot en het is niet altijd gemakkelijk om die gegevens terug te vinden. Nochtans, we hebben in Vlaanderen zoiets als in heel België trouwens, zoiets als de intergouvernementale productencatalogus, waar je eigenlijk de verschillende diensten van de verschillende overheden terugvindt. Ik denk dat we niet alleen die diensten moeten hebben, maar ook gewoon alle bepalingen. Bijvoorbeeld tarieven van belastingen, tarieven van terrasbelasting in de horeca, tarieven van de gemeentelijke opzendteamen en dergelijke meer.
dat zou het best geïntegreerd kunnen worden in die productencatalogus. Ik denk dat je op die manier een stuk transparantie brengt met een grote economische meerwaarde voor onze start-ups. Dank u wel. We hadden twee heel interessante sessies en die waren een beetje meta, want we hadden niet zozeer een specifiek domein waarom bepaalde data, waarom het speelde, niet rond milieudata of dergelijke meer, maar we hadden te maken met statistici en van en dit slag en dat is natuurlijk wat complexer. Ik hoop dat ik het goed kan weergeven. Mijn data zijn een beetje vertroebeld omdat ik af en toe niet meer wist waarover het ging, maar het was uitermate interessant. Eerst en vooral werd er gezegd van ja, kijk, die data, die kwaliteit, daar kan nog heel veel verbeterd worden. En er zijn een paar suggesties geopperd. Eén daarvan was een soort van, misschien moet er een code of conduct worden bijgesloten, waarbij een race metadata worden aan toegevoegd. Bijvoorbeeld, ja, waar komen die data vandaan, hoe zijn die samengesteld, de methode en dergelijke meer, dat kan al heel veel inzicht geven in de kwaliteit van de datasets zelf. Men houdt dus een soort van pleidooi voor een labeling voor kwaliteit, een soort van ISO-norm, die er eigenlijk al is, maar eigenlijk zou dan moeten nog iets meer voorop worden gesteld. Hè. Een minimum werd gezegd, was de ISO-norm die Europa voorlegt. En er was ook zelfs iemand die een organisatie vertegenwoordigt, de Data Quality Association, als ik me niet vergis, die haar diensten ter beschikking stelde om daaraan mee te helpen. Er was ook voor de verbetering en de versterking van de data, was er ook vraag om meer samen te komen, om ervaring uit te wisselen, om een soort van community op te zetten. En we hebben dan maar de daad bij het woord gevoegd. We hebben alle data verzameld. We hebben een datasetje van de mensen die onze sessie hebben bijgewoond. En we gaan daar op regelmatige basis, of u kunt die gebruiken, zij die er aanwezig waren, kunnen de contacten gebruiken om informatie naar elkaar toe te spelen, vragen te stellen, te bouwen op elkaars kennis, elkaars kennis te delen. Ik vond het trouwens vreemd dat dit nog niet gedaan is. Dus een pleidooi voor een structureel, voor af en toe samen te komen onder elkaar, niet alleen één keer op een jaar, maar meer. Sommigen zien het ook als een soort van zelfhulpgroep. Er was ook een vraag omtrent de bevordering van de datakwaliteit rond unique identifiers. Je hebt datasets en heel wat van die data zijn dezelfde. Een voorbeeld, gemeenten, steden en gemeenten, die zijn allemaal dezelfde, maar die zijn soms heel moeilijk te matchen. Vandaar een pleidooi om een soort van systeem op te zetten waarbij het veel makkelijker wordt voor iedereen om allerhande datasets van verschillende niveaus te kunnen laten matchen. Zo, dat is een beetje rond dat ene topic, datakwaliteit. En dan een tweede vraag was het makkelijker maken van de publicatie van de data. En daarbij was dan een standaardisering waardoor de samenwerking tussen de gewesten zou verbeteren. Dus er werd terug een beetje pleidooi gehouden om meer met elkaar te praten. En ook een vraag kwam er om een soort van repertorium op te zetten. Het is al een beetje bij het dataforum zo het geval, maar dat veel verder gaat. Dat alle politieke niveaus van Vlaanderen tot aan de gemeentes probeert te bereiken. Een soort van plaats waar je alle data kan vinden. Maakt het voor iedereen makkelijker. Dat is de plaats. En op een of andere manier zodanig opbouwen, organisch, zoals de staatsstructuur in elkaar steekt. En zo je data makkelijk kan vinden. Het zorgt ook voor het feit dat er soms datasets zijn die je zelf eigenlijk nodig hebt, waardoor ook een beetje data van verschillende administraties elkaar vinden. Hè. Want dat is ook een pleidooi die werd gehouden in een van de twee groepen. Met name dat de schotten tussen de verschillende diensten, dat die verdwijnen, dat de kennis en vooral de datasets met elkaar op een of andere manier kunnen gedeeld worden. Dus men blijkt dus toch nog te veel naast elkaar te werken, datasets naast elkaar te maken. Natuurlijk het meest fascinerende en het chemische van
heel die data, van dat dataverhaal is, dat die misschien samen wel heel interessante dingen kunnen genereren. Dus dat was een groot pleidooi om ja, die schotten weg te nemen. Dat kan volgens mij technologisch gebeuren. Dan was er ook een nogal, dat was vooral in de tweede groep, misschien had het met het eten te maken, maar er was ook nogal een klacht over, of een klacht, men vond dat er nogal wat rem zat op het middenkader. Ik weet niet of er hier mensen van het middenkader zijn. Dus die vond dat daar wel een beetje een rem zat. En die moeten ook durven kiezen voor openheid. Men had het gevoel, ja, de mensen die met de voeten in het slijk staan, de soldaten, die zijn zeer overtuigd en doordrenkt van de modder en de open data. En ook de top is ervan overtuigd, maar dat middenkader doet soms nog wat moeilijk. Dan iets wat ik niet goed kan lezen. Zie je, de data moeten proper zijn, anders kan je er niet mee aan de slag. Men vond ook dat er nog meer campagne moest zijn vanuit de overheid om steden en gemeenten mee te sleuren in dat open data verhaal. Dus men ziet wel, sommige steden steken met kop en schouders uit boven de rest. Hè. Men sprak vaak over de stad Gent en de stad Antwerpen. Maar heel veel andere gemeenten en steden die blijven achter om allerhande redenen. En men zou daar toch wel wat extra moeten op inzetten met campagne. Maar misschien, er kwam bijvoorbeeld een idee uit dat de gemeentes moeten op bepaalde data, op bepaalde momenten, rapporteren aan de Vlaamse overheid. En ze zeggen, ja, misschien moet je die al digitaliseren. In de toekomst zal dat toch sowieso moeten. En die al direct als open data benaderen en ter beschikking stellen. Dus de gemeentelijke rapporteringsdocumenten direct al als open data beschouwen en behandelen. Zo, ik denk dat ik rond ben. Dank je wel. En ook wij met mobiliteit hebben twee aangename sessies gehad. Wat ons daarbij opviel was dat we toch al een zekere maturiteit hebben binnen mobiliteit met uitwisseling van data. Er waren zeker partijen die privaat al die data afnamen, die daarmee nu al business genereren. En op die manier hebben we eigenlijk ons niet zo lang bezig gehouden met welke datasets moeten we nu nog open gaan maken. Er kwamen er slechts twee aan bod. Rara, inderdaad, de NMBS. Jullie moeten die data nu dringend vrijgeven. Ik heb hier gelukkig een federaal parlementslid gezien, dus ik heb goede hoop dat hij dit nu oppikt. Data NMBS openstellen. Een tweede die er ook naar boven kwam, was de modeldata. Ik denk dat dit, en dat is dan even een persoonlijke mening, als je het verkeersmodel open zou stellen, dat ook het draagvlak van de resultaten van modellen op die manier een stuk sterker zouden kunnen worden. En dan hebben we toch even uitgegaan van wat voor knelpunten zien wij op dit moment in heel deze mobiliteitswereld waar wij nu afnemers en aanbieders van data. En dan hebben we toch even gekeken van oké, beste overheden die data aanbieders zijn, wat zijn eigenlijk de onderliggende doelstellingen daarvan? Omdat we op die manier toch proberen te begrijpen hoe kunnen we die ketting nu helemaal dicht gaan maken. En daar kwamen toch wel wat verrassende zaken uit, vond ik. Van oké, een overheid stelt nu data open. Heel eenvoudig, omdat de verplichting is van een hogere overheid. Denken we aan Europese directieven. Maar ook soms omdat er natuurlijk een achterliggend beleid is die we op die manier makkelijker willen waar gaan maken. Denken we bijvoorbeeld aan parkeergeleiding, die op die manier efficiënter zou kunnen gaan gebeuren. Wat heel vaak terugkwam, was op zich de interne optimalisatie van een eigen overheidsorganisatie. Op die manier data gaan uitwisselen. Businesses een duw gaan geven, nieuwe ondernemers gaan genereren. Dat was toch een stuk wat enerzijds in de ene groep wel duidelijk naar voren kwam. De andere was, ja, maar het is toch misschien wel een risico als we op die manier een overheid... Want in hoeverre stellen we dan inderdaad gelijke middelen voor de verschillende partijen? Op zich is het ook een opportuniteit om diensten aan de markt over te laten en om burgers beter te gaan betrekken met, ja, eigenlijk met je eigen gemeente bijvoorbeeld op die manier. En gelijk hoe, op dit moment leeft het gevoel dat er een budgettaire druk is bij die aanbieders van data, dat er heel duidelijk keuzes moeten gemaakt worden. En dat was een heel belangrijke discussie, zeker deze namiddag. Hoe kunnen we daar nu in gaan prioritiseren? Wat moeten we eerst nu gaan doen? Moeten we nu nog betere data maken? Moeten we een nieuwe dataset openstellen? Of focussen even op zaken die we nu al hebben?
Daarnaast kwamen ook enkele randvoorwaarden naar boven. We hebben heel veel over kwaliteit gesproken. Er waren ook heel mooie discussies tussen, moet je nu als overheid en aanbieder van data wachten tot je 100% correcte, kwaliteitsvolle data hebt en pas dan die gaan publiceren? Of ga je liever een guerrilla-approach tegemoet en zegt van, oké, we hebben het, we smijten het in de community en we kijken wel wat er op ons afkomt. Ook daar kwamen standaarden natuurlijk naar voren. Moeten we data standaardiseren? Misschien is dat wel een grens om op die manier een lokale app-ontwikkelaar te kunnen stimuleren. Maar anderzijds is het wel een noodzaak als je een groter bedrijf op die manier die data wil laten gaan gebruiken. Ook nog over privacy. Een belangrijk topic was toch ook businessmodellen. Eigenlijk zien we dat er nu op zich een markt is van reisadvies, van navigatie, van verschillende mobiliteitsdiensten en dat er een overheid is met zijn eigen collectieve doelstellingen. En daarin zie je heel duidelijk dat er een spanningsveld kan zitten. Het treedt niet altijd op, maar ik denk dat iedereen met sluipverkeer bijvoorbeeld, dat daar duidelijk die spanning leeft, collectief, privaat, met die open data. Hoe ga je dat precies gaan doen? Een tweede topic daarbij is dat er een verschil is tussen data en services. Services zijn diensten op basis van open data en dat is duidelijk. Was duidelijk de visie binnen de werkgroep. Dat laten we even aan de markt over, tenzij het services zijn die je voor interne kerntaken binnen die overheid zelf nodig hebt. Maar op zich blijft, en dat is wel een heel belangrijke, open data is geen garantie voor een duurzaam businessmodel. Op zich is het los zand als je enkel en alleen op open data je business probeert te bouwen. Je hebt meer nodig dan open data. Is het private data, is het added value services, is het bijkomende zaken. En in dat opzicht is de open data nu al, zeker bij mobiliteit, een belangrijke stap geweest in belangrijke in interne werkprocessen van verschillende private bedrijven, waar we nu daar al optimalisaties in zien, die dankzij die open data mogelijk geworden zijn. In dat opzicht zien we binnen heel die business een belangrijk verschillende stappen die daarin ontstaan. Eerste stap is op zich dat er nu heel veel partijen geld verdienen door data open te maken en in dit opzicht puur opdrachtgever, nemer zijn van die overheid. En dat is op zich natuurlijk een eerste stap, maar dat is niet de primaire stap waar we natuurlijk dit voor doen. Data gebruiken en integreren, dat zien we nu aankomen. Maar de volgende stap waar we echt voor klaar moeten staan is de feedback. We zien nu dat overheden datasets over de schutting gooien, dat private partijen daar verrijkingsslagen aan hun verbeterslagen en op die manier moet het ook een feedbacklus terug gaan komen. En ik denk dat dat ook de belangrijkste conclusie was van onze werkgroep. Dat is echt de oproep. Wij moeten overgaan tot een structurele dialoog tussen data-aanbieders en data-afnemers. Is het om die feedbackloop te organiseren? Dat zeker. Maar ook zeker om de ketting van data te gaan begrijpen. Want soms wordt data aangemaakt voor andere redenen waarvoor ze gebruikt wordt. Ik denk dat in dat opzicht verschillende mensen geschrokken zijn wat een IMO-website met open data precies kan doen begin deze week. Maar dat zit er natuurlijk aan te komen, dat je met open data andere zaken kunt doen dan wat je voorzien hebt. In dat opzicht is de visie dat dat nog een stuk verder zal gaan dan pure open data, maar dat je op die manier bijvoorbeeld ook de private kant kunt gaan inschakelen voor ticketing van bustickets, dat dat ook een open API is en dat dat niet de lijn of de NMB's alleen is. Hetzelfde voor parkeren on-street, dat op die manier ook volwassener businessmodellen met open data op die manier kunnen kopen. Ik denk dat dat toch de belangrijkste conclusie is. Open data is mooi, maar we moeten er nu in een volgende stap ook een tweerichtingsproces van maken en op dat moment dit proces goed gaan inrichten. Dank u wel. Goedemiddag. Open geodata, ik had daar de luxe om zowel in de voor- als in de namiddag twee keer met een sterk team van 25 specialisten rond de tafel te zitten. Specialisten, want geodata, zoals velen onder jullie weten, kent eigenlijk een lange historiek van werken met data, grote datasets, en eigenlijk al heel vroeg die data gaan kruisen. We zien dat ook op het Open Data Platform vandaag. Ik denk dat het merendeel van de datasets heeft een geografische relatie. We zitten met, denk ik, meer dan 900 datasets die vandaag al gepubliceerd zijn op het Open Data Platform met een geocomponent. Vanuit beide werkgroepen werd er dan ook gezegd dat er inderdaad al een belangrijke stap voorwaarts gezet werd rond open data.
bij beide werkgroepen werd er ook heel duidelijk gezegd van, kijk, vraag ons niet telkens richting de industrie, richting de appbouwers, richting de innovatieve sectoren, welk lijstje van top 5 datasets we nu moeten gaan openmaken vanuit de overheid. Maar ga met ons in dialoog. Het is voor ons belangrijk dat er een gecoördineerde actie is vanuit de Vlaamse overheid, die duidelijkheid schept rond de ambities, die duidelijkheid schept rond welke datasets er beschikbaar zijn. Maak een catalogus, en daarvoor zijn er al verregaande inspanningen gebeurd, zowel op het Open Data Platform als bij het AGIF. Maar zet daar ook de datasets op die nog niet open zijn. En we merken dat er inderdaad al veel van die informatie beschikbaar is. Maar als we dan kijken, vooral vanuit de toeristische sector, vanuit vrije tijd, dan zien we dat die appbouwers toch de weg die vinden naar die open datasets. En dat er behoefte is om een stuk opleiding te voorzien, om een stukje kennis te voorzien, zodanig dat men eigenlijk die puzzel kan gaan leggen. Want wanneer we rond de tafel begonnen te praten, dan zagen we dat er heel veel was. Data, datacatalogus, licenties, URI-strategie. Maar toch is het heel moeilijk voor een start-up of een nieuwe speler die op de markt komt om eigenlijk duidelijk te gaan zien hoe die puzzel in elkaar past. Wat het verschil was, een stukje tussen die beide ronde tafels, is dat wanneer we keken naar de ronde tafel rond, waar er voorbij vooral een... dus in de voormiddag was het vooral thematisch rond toerisme, in de namiddag meer rond vastgoed en wonen. Bij vastgoed en wonen kwam er eigenlijk duidelijk bij het toerisme kwam er duidelijk die vraag naar voren van zet in op standaardisatie. Er is heel wat data beschikbaar. Soms is daar geen issue rond, is het al dan niet open data, maar is het nog niet onder gestructureerde vorm beschikbaar, dus investeer daar. En als er als een gestructureerde vorm ter beschikking is, een Excel of een CSV, zet dan in op standaarden. Standaarden die ons toelaten om die verschillende datasets te gaan combineren, want het is niet haalbaar voor een appbouwer om te gaan puzzelen hoe zit die data in elkaar, hoe kan ik die verschillende datasets gaan combineren. Daarbij ook een heel sterke vraag om te gaan inzetten op de feedbackloop. Feedbackloop, waarbij de vorige spreker had het heel correct gezegd ook, spoort met wat er bij ons gezegd is, gooi de data niet zomaar over de haak, gooi de data niet zomaar naar buiten, maar er is heel scherp gezegd bij ons in de werkgroep, in de voormiddag, van iemand die open data publiceert, heeft eigenlijk ook een verantwoordelijkheid om in dialoog te gaan met zijn gebruikers, een verantwoordelijkheid om eigenlijk die feedbackloop te gaan aanbieden. Wanneer we in de namiddag dan onze ronde tafel hadden, meer specifiek met mensen vanuit het domein wonen, mensen vanuit het domein vastgoed, dan kwam daar toch wel heel sterk de vraag naar voren van wij willen betrouwbare, kwalitatieve datasets. Zet in op betrouwbare bronnen, zet in op authentieke bronnen, maak die open en geef ons een stukje inzicht in de planning, geef ons een stukje inzicht in de ambities en ga met ons in dialoog. Tot slot is er ook heel duidelijk gezegd, kijk, als we werken vanuit de private sector, dan merken we aan de ene kant dat we inderdaad, zoals ik net aangaf, niet goed zien wat daar beweegt binnen de overheid. Maar hebben we toch ook wel het gevoel dat die overheid niet heel goed weet waar wij naartoe willen met die data. Dat zij onvoldoende beseft wat dat onze economische drive is, dat wij business moeten doen, dat wij moeten komen tot werkbare modellen, businessmodellen rond die data. Daar ook de vraag tot afstemming en toch tot de vraag van eigenlijk hebben we meer ondernemers nodig binnen die overheid. We hebben daar bijna een entrepreneur in residence nodig die vanuit die overheid gaat meedenken met de industrie van waar moeten we naartoe met die data, wat zijn geschikte businessmodellen en gaat meedenken. En wanneer dat er een economische realiteit is rond die data, dan zal dat eigenlijk helpen om tot beter datasets te komen, tot meer gebruik van die datasets te komen en tot eigenlijk ook een betere feedbackloop. Dus conclusie.
erkenning voor de stappen die er de voorbije periode gezet zijn. Een vraag naar transparantie, een catalogus rond data. Wat is er open, wat is er nog niet open? Dus ook die niet-open datasets. Een vraag naar standaardisatie, maar vooral een vraag, pak dit gecoördineerd aan en ga in dialoog met de sectoren. Dank u wel. Dank u wel. Ik vind het altijd een beetje moeilijk als wij guru met mijn verband gebracht wordt, moet mijn baard een beetje langer worden. Dat is misschien iets voor volgend jaar, maar ik neem een voorbeeld aan Paul. De ronde tafels. Het waren er 5, voor en namiddag. Je hebt de conclusies gehoord van de ronde tafels. Wat is er mij opgevallen? Het zat overal volk. Gedurende de ganse dag, niemand is onder de middag weggelopen om naar de Nieuwstraat te gaan. Gelijk waar dat ik binnenkwam, de gesprekken waren heel actief, interactief, zinvol, van hoog niveau. Dat mag zeker gezegd worden. Ik had nergens het gevoel dat de gesprekken technisch waren. Ik ga het even laten bezinken, want het is ongelooflijk belangrijk. We spreken over open data op een niet-technische manier. Dat betekent dat we eigenlijk een maturiteit bereikt hebben, waar open data als een tool, gelijk alle andere tools, bekeken wordt. Dus dat vind ik heel belangrijk. Er is veel gepraat over kwaliteit. Dat is in elke groep teruggekomen. Wat mij ook opviel, dat er nergens op een beschuldigende manier over datakwaliteit gesproken werd. Het was niet de fout van de overheid of dit en dat. Nee, het werd gekeken van, oké, hoe kunnen we dat met z'n allen verbeteren? Er is ook iemand die gezegd heeft van, ja, feedbackloop is belangrijk, maar dat is allemaal remedierend. We moeten ook nadenken hoe dat we in het creatieproces van die data, dat we daar meer kwaliteitseisen en criteria kunnen inbouwen. Dat vond ik wel heel zinvol. Als ik dan toch iets moet zeggen over de thema's heen, de rode draad, duidelijkheid. Duidelijkheid over wat is er van data, wat is er niet van data. En wat er is van data, wat is er open. Dat is het begin. Maar liefst over alle overheden heen. Dat we dat op een gelijkaardige manier gaan doen. Wat kan en wat mag er met de data? Die duidelijkheid moet er ook nog altijd zijn. Zowel voor de mensen van de overheid zelf, de ambtenaren. Wat kunnen wij zelf combineren van data? Moeten wij voor elke kruising naar de privacycommissie, ja of nee? Dus daar is ook een heel grote vraag. Maar ook extern, hergebruikers. Wat mogen zij doen met die data? Enzovoort, enzovoort. Dus het is ook een paar keer gevraagd, ja, laat ons alstublieft allemaal dezelfde taxonomie gebruiken. Dus als ambtenaren kunnen we daar het voorbeeld geven hoe dat overheden kunnen samenwerken op vlak van data. En ja, de synergieën die liggen voor het rapen. Het is aan ons om ze op te pikken. In elke groep zijn er duidelijke actiepunten naar voren geschoven. Er is ook niemand boos weggelopen van een tafel om te zeggen ik wil hier niks mee te maken hebben. Dus de goesting is er, dat is heel goed. En ik kijk echt uit naar het vervolgen of dat er nu meer actoren dan de laatste paar jaren met open data aan de slag gaan. Maar als ik dan toch één conclusie ga moeten trekken, gezien het niveau van de gesprekken, is duidelijk dat de speeltijd rond open data, dat die gedaan is, dat serieuze werk nu kan beginnen. Merci.